Vandaag wordt er voor het laatst getraind voor de estafette. Nog 2 dagen en dan gaat het team van de roadrunners van start. En de zenuwen, die beginnen te komen. Nou, die waren er al deze hele week. Dan moet je er al aan denken van, oh, volgende week rond deze tijd, dan en dat. Ja, en dit was gewoon even een lekkere ontspannende training voor ons. Het harde werken is eigenlijk gedaan. En we weten ook niet wat we er nog meer aan kunnen doen. De lopers halen geld op voor de dodelijke spierziekte ALS. Inmiddels is er ruim €6.000 bij elkaar. De stichting die wij steunen, die zorgt dan voor de hulpmiddelen. De mensen die dan ziek zijn, die hebben gewoon nu hulpmiddelen nodig. En die hebben er niks aan als dat over 5 jaar komt. Want dan zijn ze er waarschijnlijk niet meer. Gemiddeld legt elke deelnemer 70 kilometer af. Loodzwaar dus. En de man met de hamer, die komt zeker een keer langs. Daar zijn we ook wel bang voor, ja. En dan gaan we elkaar toch helpen en elkaar motiveren en stimuleren. En toch vooral doorgaan. Ja, dat is een hele onbekende. Want voor een aantal mensen die hier marathons hebben gelopen, dan weet je de man met de hamer rond de 30 te vinden. Maar misschien komt deze wel al ook de eerste dag. Hè, in combinatie van het stoppen en met lopen en het fietsen in de Ardennen. Dat is voor een hoop mensen toch erg onbekend. Dus ik denk dat we hem eigenlijk constant op onze schouders zullen hebben.